Super leuk dat jullie er kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Oralie en vandaag komt eindelijk de onderdeelstage deel 2. Sorry dat er zo'n lange tijd tussen zat, maar ik had dus tijdens de onderdeelstage deel 1 heel de stage opgenomen. Maar ja, mijn gezin is heel raar en ik kreeg dat gewoon niet geüpload. Dus toen heb ik al die beelden verwijderd en ga ik nu opnieuw alles vertellen wat ik heb en zo. Of ja, alleen van die kast die ik nog moest doen. Dus zijn jullie benieuwd wat ik allemaal heb nog van onderdelen? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we heel snel beginnen. En ja, zoals jullie zien, ik weet niet wie het opgemerkt heeft. Die hele muur is bijna leeg. Ik ga alle foto's eraf halen. Zodat ik allemaal nieuwe foto's erop kan plakken. En daar wil ik ook graag een video rond maken. Alleen moet ik nog heel even kijken wanneer ik nieuwe foto's ga laten drukken. En welke foto's enzovoort. Maar dat komt in een andere video. Ik ga nu die kast laten zien. Voor de mensen die niet weten welke kast ik bedoelde deze kast. Het zijn 3 lades, alleen hier zit echt niet zoveel in. Dus dan zal ik maar beginnen met deze lade, want dat is de minst volle lade. Allereerst heb ik hier 3 bakjes. In deze bak zitten wel nog ringetjes. Dus hier zitten dan zelfgemaakte ringetjes in. Nog maar een paar. Maar ik wil er binnenkort meer gaan maken wanneer ik meer tijd heb. In deze bak zitten nog wat overige kraaltjes. En dit is een lege bak. Maar als ik grote inkopen kralen ga doen, dan ga ik die kralen daarin doen. Dan is gewoon een leeg doosje. Hier heb ik deze kraaltjes, die groene kraaltjes. En hier heb ik zo van die facetkralen, denk ik dat het zijn. Dus in deze kralen. En dan hieronder heb ik zulke kralen, ook nog een beetje hetzelfde en een beetje anders. Dus dat zit in deze lade. Ja, daar moet nog meer in komen, maar momenteel ziet dat er gewoon zo uit. Dan hier heb ik al mijn visitekaartjes in. Steek, het zijn er echt wel heel veel. Zo. Ja, zo zien die eruit. Voor de mensen die hem nog nooit hebben gezien. Dat zijn deze kaartjes. En die zit hier in het doosje. Dus dat zit hierin. Dan in deze la. Die zit het allervolste. We zullen hier beginnen. Als eerste zie ik hier allemaal pareltjes. Dit zijn 4 mm parels. En dit zijn 6 mm parels. Als we het wel scherp stellen. Dat zit hierin. Dan een leeg bakje. Zo'n onderdeelset. En ik heb er zo 2. En als je wil weten wat er allemaal in zit, dan moet je even op mijn Instagram kijken en in mijn hoogtepunt. Want normaal staat dat erin. En anders moet je me even een DM sturen op Instagram. Dus dat is dat. Dan heb ik hier buikringetjes. Dit is 4 mm, 5 mm, 4 mm, 5 mm denk ik. Panterbedeltjes. En zo deze coin. Nog meer buikringetjes. Alleen ze zitten een beetje door elkaar zoals je kan zien. Dus dat is wel irritant. Dan een paar oorbellen. Die zijn zelf gemaakt. Maar ik zal ook nog wel eens ooit een oorbellenstash plaatsen. Of ja, een sieradenstash. Alleen, ja, ik ben zo bezig met heel veel stijlsieraden. Waardoor het een beetje verwarrend is. En overal liggen sieraden in mijn kamer. Dus dat komt later. Decumentjes, zeesterren. En schelpenbedels en nog wat sterretjes. Dan hier nog meer bedels, maar ze zijn bijna allemaal op. Hier heb ik zo die infinity bedels, als je ze kan zien. En dan hartjesbedels, maar dit hartje hoort hier thuis. Een aapjesbedel. Ik weet niet of je het kan zien. Een cactusbedel, ananassen en beetjes, zoals dit. Dan hartjeskleuren en de pastelkleuren. Zulke smileys. Nog meer cactusbedeltjes, smileys, zelfgemaakte muntjes en planeetbedeltjes.
allemaal soorten verschillende maten zoetwaterparels. Alleen heb ik niet zoveel zoetwaterparels en dat vind ik wel jammer. Dus ik zal er binnenkort ook inkopen. Of ja, ik zal toch binnenkort zoetwaterparels inkopen. Was ik sowieso al van plan. En dan kan ik die ook doorverkopen als jullie dat graag zouden willen. Hartjes kralen, maar in die bak zitten er veel meer. Maar dit zit hierin. En dan zulke kralen. Verder heb ik dan hier kauwgomschelpen. Dit zijn matte kauwgomschelpen en die moet ik echt van af. Dus als je hier interesse in hebt, dan moet je het even vertellen. Ik zou nu weten voor hoeveel ik ze zou verkopen, maar wel voor heel goedkoop. Deze kauwgomschelpen en dan een paarse kauwgomschelp. Maar het wil niet zo goed scherp stellen. Wow. Dan letterkralen in het goud en zilver op letters. En nu beginnen alle letters. Daar zit er nog. Hier zo. En daaronder zit er ook nog meer. Als ik eraan kan. Dan heb ik hier nog meer bedeltjes. Muntjes. Letterbedeltjes. Slangetjes. Of ja, één slangetje. En dan overige tags en coins. Dit is goud. Nee, dit is zilver. Ik dacht al, dit is goud. Zo. Dan heb ik hier wat overige kraaltjes. Schelpenbedeltjes. Zo, kraaltjes. Nog meer bedeltjes. Ik zie hier vlindertjes. Schelpjes, nog meer schelpjes. Smileys, vlindertjes. Bijtjes, zulke dingetjes. En overige bedeltjes. En dan zilveren bedeltjes. Dus dat waren gouden bedeltjes en dit zilveren. Schelpjes, olifantjes, zulke bedels. Een mix. Dit en dan Best Friends bedels. Dan heb ik hier mijn basisonderdeel in het goud. Verlengstukjes, kneepkralen, sluitingjes, buikringetjes. En dan zo kettinghangers, sunnycord en zo sluitingjes. Dan hier heb ik allemaal cijferkralen in alle getallen. Van 0 tot 8, want de 6 kan je gebruiken voor zowel de 9 als de 6. Dan allemaal letterkralen, ook helemaal in kleur gesorteerd. Ik bedoel op letter. Zo hier van tot Z. En deze twee letters zitten samen hier ook. Oei. Klopt precies niet, want hier zitten X'en. En volgens mij horen die hierin. Maar dat maakt niet zoveel uit. 3 mm kralen. En ik heb ze in alle kleuren. Hier heb ik er nog. En hier heb ik ook nog. Echt heel mooie kleurtjes. Dan de basiskleuren in 2 mm kralen. Basisonderdelen in zilver. Hier heb ik echt nog heel veel van. Zoals je kan zien. Hier zitten nog ringetjes. En nog hartjeskralen en sterkkralen. Zo. En dan heb ik hier overige bedeltjes. Of ja, nog meer overige bedeltjes. En pareltjes, 3 mm parels. En ik heb allemaal overige bedels. De basisonderdelen in het lichtzilver. Daar heb ik ook nog best wel veel van. Dan random kraaltjes. En zorgkralen.
En dan in dat laatste bakje zitten allemaal zo pareltjes. Gesorteerd op kleur. Dus hier heb je 6 mm parels in het paars en groen. 8 mm parels in het paars en groen. Dan een mix van roze parels. Dit zijn 4 mm parels in het paars en groen. En in het midden zitten 8 mm parels. En dan is dit eigenlijk heel deze lade, als ik me niet vergis. Want ik zie toch niks meer liggen. Dan de laatste laag van deze kast. En hier zitten zorgkralen. Dit zijn mijn enigste voorraden normaal gezien van deze kralen. Hier heb ik er niet zoveel van. Alleen van goud en wit heb ik natuurlijk meer. Ik ga dat heel even hier leggen. Dan heb ik hier een bak met allemaal letters. En die mogen allemaal weg voor heel goedkoop. Beetje de zwarte, die wil ik nog houden. En die witte ook, maar... En die gouden ook nog. Maar die gekleurde mogen allemaal weg. Zo deze allemaal. Zo die gekleurde. Er zijn ook heel wat gekleurde. Die mogen allemaal weg voor heel goedkoop. Ik weet niet hoeveel het er zijn, maar als je er interesse in hebt, dan moet je maar even een DM sturen. Want dan kan ik ze voor jou tellen. Dan een leeg bakje, nog leeg bakjes allemaal. Oorbellen, maar er zit alleen nog geen haakje aan. Alleen de oorbel zelf. Maar als je ze bestelt, komt er natuurlijk zo'n ringetje aan. Wat vrij lief is. Dan nog meer facetkralen, of ja, ik denk dat dat zo heet. Alleen deze moet nog helemaal uitgesorteerd worden, of gekleed enzovoort. Mijn kralenbak. Met alle kleurtjes erin. Ik zal ze van dichtbij laten zien. Ze zijn helemaal gesorteerd op kleur. Alleen deze bakjes zijn een beetje heel leeg. Goud en zilver zit er van achterin. Maar die moet ik nog bijvullen. Dus dat is deze kralenbak. Die is echt wel groot. Dan heb ik zo twee bakken van die kralen. Dat zijn 3 mm kralen en hieronder liggen nog lege bakken. Ook allemaal lege bakjes. Hier zitten 12 kralen in, voel ik. Namelijk deze kralen. Dit zijn allemaal 2 mm kralen. 2 mm, 2 mm, 2 mm, 2 mm, wow. Ja, dit is 3 mm denk ik. En dit weet ik niet zo goed. Ik denk dat dat een mix is tussen 2 en 3. Want... Ja, ze zien er wel klein uit. Dus ik denk 2 mm, maar ik ben niet helemaal zeker. En het is ook 2 mm. En sorry dat mijn camera niet wil scherp stellen. Echt irritant. Dan heb ik hier zo'n bakje met ook nog allemaal kraaltjes erin. En het zijn 3 mm en 4 mm kralen. En daarvan achter, als ik open wil, nog 2 mm kralen. Dus dit zijn allemaal 3 mm kralen, die twee rijtjes. En dit zijn allemaal 4 mm kralen. En dan zijn dit allemaal nog 3 mm kralen. En ik vind deze kleurtjes zo mooi. Die blinken zo. I love it. Maar ik heb er niet zo heel grote voorraden van. Wat jammer is. En dan heb ik nog dit bakje. En hier zitten mijn smileys in. Het zijn allemaal acryl smileys. Echt heel tof. Dan heb ik hier allemaal kralenpakketten. Er zitten 14 kleuren in en van elke kleur 20 gram. Dus 280 gram is zo'n pakket. En zo heb ik er 3 op voorraad. Hier heb ik nog meer facetkralen. In roze tinten. En dan als laatste heb ik dit bakje met allemaal kralen. En dat is normaal gezien alles wat er in deze kast zit. Dan was dit mijn sieradenonderdeelstage. Het kan zijn dat ik hier en daar nog wat sieradenspullen heb. Of ja, onderdelen. Maar dan zal ik dat zeker in een andere video laten zien. Of ja, ik weet niet. Maar vonden jullie het een heel leuke video? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei!